Hoi, mijn naam is Patrick. Ik ben onafhankelijk ervaringsdeskundige. En in deze video wil ik je graag helpen met het verwerken van je emotie en de eventuele gebeurtenis die je hebt meegemaakt, oftewel rouwen. Ik heb hier ervaring mee zelf. Ik heb daar al een aantal video's over gemaakt. Alleen die zijn wat langdradig en toen zat ik midden in de situatie. Dus misschien zijn ze wat verwarrend. Ik ga een aantal tips geven in ieder geval om je er snel doorheen te komen. Ten eerste, wat jij hebt meegemaakt, dat maakt iedereen wel mee in zijn leven. Dat maakt het niet minder erg wat jij hebt meegemaakt, want het is jouw verdriet wat je op dat moment voelt. Tip nummer 1, geef jezelf de tijd om te verwerken. Dat kan een week zijn, kan een maand zijn, kan een jaar zijn. In mijn geval was het misschien 4 jaar, 5 jaar. Weet je wel, dat is voor iedereen anders. Tip nummer 2. Douw het niet weg. Stop niet weg wat er in je omgaat. Want het maakt je kapot uiteindelijk. Het komt toch weer naar boven. Ja. Dus dat. Geef je grens aan. Dat is tip nummer 3. Op het moment dat jou iets dwars zit, het maakt niet uit hoe oud je bent. Ik kan me voorstellen dat als jij misschien 15 jaar bent en dit filmpje tegenkomt, dat je het moeilijk vindt om je grenzen aan te geven. En dan is het ook een beetje aan je omgeving om je te beschermen. Sowieso wil ik je meegeven, als je zeg maar uit elkaar bent gegaan door ruzie, met familie of vrienden, het is niet jouw schuld, altijd. Mensen maken wat mee en gaan daar op een bepaalde manier mee om en we hebben niet allemaal de tools op dat moment om het te verwerken. Dat komt later wel. Ik spreek hiermee weer uit ervaring. Dan nog een tip, luister muziek. Zoveel mogelijk. Als je je boos voelt, luister je boze muziek, totdat je je niet meer boos voelt. Als je je verdrietig voelt, luister je verdrietige muziek, zodat het verdriet gaat er dan uit, zeg maar. En op een gegeven moment voel je vanzelf dat je denkt, wat een kutmuziek, weet je wel. En dan verandert je emotie en dan ga je weer andere muziek luisteren, bijvoorbeeld vrolijke muziek. Praat. Dus ik heb al gezegd, uit je emotie. Oh ja, even aan de omgeving. Het enige wat je tegen iemand moet zeggen die verdriet heeft of iets heeft meegemaakt, is geef ze de ruimte, sla een arm om ze heen en zeg voor de rest niets. Wat je zeker niet moet doen, is negatief praten over de andere persoon waar ruzie mee is. Dat geldt ook voor mensen zeg maar die midden in een scheiding zitten. Ga al helemaal niet negatief praten over de vader of moeder van je kind. Nog een tip, schrijf alles op. Je emoties. Ga schrijven, schrijf van je af. Zodra je iets voelt, schrijf je het gewoon van je af, want dan ben je kan het maar kwijt zijn. Nog een tip, doe wat ik nu doe. Vlog, hè? Praat tegen mij of tegen iemand anders. Mensen denken altijd dat je een beetje raar bent als je voor je uit zit te leuren. Nou, kijk om me heen. Ik ben helemaal alleen en het schijnt heel gezond te zijn om hardop te praten tegen jezelf. Daar maak ik nog een andere video over, waarin ik vertel waarom het belangrijk is om positief tegen jezelf te praten. Goed, als je wil mag je ook de andere filmpjes bekijken, want ik schaam me niet voor waar ik doorheen ben gegaan. Ik ben juist blij dat ik de ervaring heb meegemaakt. En ik weet zeker dat ook jij alles zal overleven wat er ook maar gebeurd is. Dat wou ik maar even zeggen. Ken jij iemand die door zeg maar een moeilijke periode heen gaat, deel deze video dan met die persoon. Vind je dit een goede video, geef hem dan een duimpje omhoog. Laat hieronder een comment achter, dat vind ik hartstikke fijn. En tot de volgende video, jongens.